dat jullie bij ons zijn. Dat vinden we eigenlijk heel mooi. Dat we op deze mooie plek in de binnenstad voor de tweede keer de atelierroute mogen huisvesten. Ik moet wel even een zakelijke mededeling doen. En dat is dat in het huis van Katoenen nu ook de landelijke coronaregels gelden. Dus houdt u de 1,5 meter afstand even nauwlettend in de gaten. Want we willen niet het huis van Grapperhaus en nu worden. Nou, we zijn om te beginnen ontzettend blij dat we hier terecht mogen bij het huis van Katoenen en nu. Want we willen heel graag de kunstenaars uit Almelo ook naar de mensen van Almelo brengen. En hoe kan dat mooier dan hier in het huis van Katoenen en nu. Dus we zijn heel blij dat we hier welkom zijn. En het is eigenlijk net als vorig jaar fantastisch verlopen. Omdat we ontzettend welkom zijn hier. Onze kunstenaars beginnen er een beetje aan te wennen. Dat ze werk in moeten brengen op een bepaald moment. Dat is soms wel eens lastig. Maar dat is ook allemaal goed gegaan. Dus uiteindelijk hebben 36 van de 38 kunstenaars hier ook heel mooi nieuw werk gebracht. Zodat mensen hier uit Almelo kunnen zien wat er op 19 en 20 allemaal te zien valt in de ateliers. Voorproefje. Een voorproefje. Want 19e en de 20e jaar, na al die ateliers, dat is bijna geen doen. Maar hier kunnen ze alvast een beetje een inkijkje nemen. Dat klopt. En we hebben inderdaad de afgelopen jaren gemerkt, er zijn altijd een paar diehards die inderdaad alle ateliers weten te bezoeken. Maar de meeste mensen maken toch een selectie. En daar kan bijvoorbeeld deze expositie heel erg bij helpen. Maar ook het boekje en de posters, daaruit kunnen ze ook alvast een selectie maken. We hebben een bestuur, die doet het allemaal. Want ons bestuur is eigenlijk geen bestuur. Dat zijn gewoon een stel ontzettend ijverige duizendpoten. En die kunnen elk jaar weer opnieuw die boekjes in elkaar, mooie foto's maken, reportages over de kunstenaars. Dus dat ziet er elk jaar heel erg glad uit. En ik moet ook even Almelo Promotie noemen, want die helpen ons elk jaar met de kosten van een drukwerk. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus 19 en 20 september, dan moet iedereen weer op de fiets of lopend naar al die ateliers toe. Nou, we hopen van ganse harte dat het mooi weer is. Want we hebben gemerkt dat dat enorm verschil maakt. Vorig jaar was het prachtig weer en toen hadden we het heel druk overal. Maar we hebben ook het jaar daarvoor ontzettend veel regen gehad. En dat merk je echt wel. Dus we gaan allemaal duimen dat de zon schijnt. En dan gunnen we het onze kunstenaars natuurlijk ook dat het lekker druk wordt. En dat ze ook het een en het ander gaan verkopen. Want daar gaat het natuurlijk ook een beetje om. Je bent een kunstenaar die voor het eerst deelneemt aan de atelierroute. Wat heb jij voor kunstwerk ingebracht? Ja, ik doe dus voor het eerst mee met de draaikolk, zoals je hier ziet. Een voorstelling van een beweging, een behoorlijke beweging, zoals de draaikolk al aangeeft. Het is eigenlijk ontstaan in een tijd dat mijn leven een beetje op de kop stond. Ik was ongeveer 50 jaar toen ik tot de ontdekking kwam dat ik nogal wat verdriet onderdrukt had. En dat er meerdere zaken zijn die je dus kunt onderdrukken en die dan op een bepaald moment in je leven naar boven komen. En daarmee heb jij dit uiting willen geven via dit beeld? Ja, toen kreeg ik eigenlijk het idee van, in het leven zijn er zoveel emoties die spelen. Ja. Van de ene emotie naar de andere emotie. En uiteindelijk, daar ga je over nadenken. En dan ga je dat uitbeelden.